80 kilo hennep, een vuurwapen en een stroomstootwapen. Dat vonden agenten in het huis van de eigenaar van deze koffieshop op het Stratum Stratumseint in Eindhoven. De koffieshop de apotheker moet daarom voor een jaar dicht. Volgens de wet is een voorraad van een halve kilo hennep toegestaan. Omdat de apotheker daar fors overheen zit, heeft burgemeester Jorritsma ingegrepen. De koffieshop is nog niet dicht. De eigenaren kunnen nog in hoger beroep gaan. Ze wilde niet reageren voor camera.